Mijn haren zijn eigenlijk absurd lang. Robin haat camera. Hallo, de cutie. Sorry, de plan is hier net afgesprongen. Ah, dag Meter. Dag Sarah. Ja, dit zijn nu, dus mijn favorieten. Dus ja, ik ben helemaal klaar om te shooten. Good morning en welkom bij een nieuwe weekvlog. We zijn vandaag maandag, maar ik heb nog iets in mijn oog en dat pikt echt. Ah, het is eruit denk ik. Oké, we zijn dus vandaag maandag en ik ga vandaag beginnen met een ontbijtje. Ik ben net naar de winkel geweest, want ik had geen appel meer en havermout. Ik heb hier ook een pot pindakaas. Die heb ik ook gekocht, omdat ik dat ook meestal eet met een rijstwafel en banaan. Dat is echt heel lekker. Daarvoor, ik moest echt niet zweten van pindakaas. Ik vond dat echt totaal niet lekker. Maar dus op een rijstwafel met banaan is dat echt een super, super goed gerecht. Dus eerst en vooral, dit heb je nodig. 1 banaan, sojamelk, honing, maar natuurlijk niet heel die pot. Gewoon een beetje, echt een heel klein beetje, want anders is dat enorm zoet ook. Met die appel ook. Dus 1 Pink Lady en dan een pakje havermout. Dat is eigenlijk heel lang geleden dat ik dat nog heb gemaakt. Dit, maar het is echt zo, zo lekker. Moet je echt proberen thuis. Echt een aanrader. Ik film dit eigenlijk ook omdat veel mensen mij vroegen, ja, wat eet je ook dagelijks? Allee, doorheen de dag. Dus meestal eet ik 's ochtends yoghurt met fruit. Als ik niet veel tijd heb, want dat gaat heel snel. Anders maak ik dit. Dit is ook op 10 minuten klaar. En anders maak ik een acai bowl. Ja, dat duurt natuurlijk wel gewoon iets langer. Maar dat is ook heel lekker natuurlijk. In de middag drink ik eigenlijk meestal soep. En in de avond probeer ik eigenlijk niet meer echt zwaar te eten. Omdat dat ja, ook niet zo gezond is. En je voelt je dan... Ik voel me echt een opgeblazen pad. Dus ik doe dat gewoon niet meer. En ja, op vakantie heb ik soms echt zoiets van... Nu, allee, dat we terug zijn van reis, moet ik wel zo wat terug op mijn eten beginnen letten, want ik ben wel bijgekomen. Bon, anyways, ik ga dus mijn ontbijtje nu maken. En ik ga natuurlijk ook tonen hoe dat ik het maak, zodat jullie het thuis ook kunnen proberen. Oké, stap 1 dat ik dus ga doen is havermout in een pan doen. Maar dus het irritante is, ik heb dat niet goed gelezen denk ik, op de verpakking. Maar ze hebben dus ook van dit merk, van die zakjes. En dan weet je meteen van, oké, ik moet 1 zakje gewoon gebruiken. Maar nu, ja, het is gewoon los. Dus ik ga wel moeten zien dat ik niet te veel gebruik. Oké, dus dit is normaal wat ik dus... En dan laat ik dat eigenlijk op een vuurtje even in de pan. Stap 2 wat ik ga doen is eigenlijk die banaan plat pletten met een vork. Ja. Oké, stap 2. Dus havermout zit in... pan. En dan ga ik dus sojamelk in. Niet super veel, zoiets. Het is precies ook wel heel warm. En nu gaan we de banaan erbij doen. Het ziet er nu nog niet zo smakelijk uit, maar het ruikt zo, zo lekker. Nu ga ik mijn appel snijden. Ah nee, eerst wat honing bij doen, sorry. Dit is echt voldoende trouwens, wat ik er heb bijgedaan, echt niet meer. Het is makkelijker om te eten als je dat dus dunner snijdt. Oké, dus mijn appeltjes zijn helemaal klaar. Dus die ga ik er nu bij doen en dan is het eigenlijk gewoon klaar. Dus totaal niet veel werk, kei makkelijk. Voilà, helemaal klaar. Sommigen gaan misschien denken dat het er echt super vies uitziet, maar I promise, het is echt de moeite om het eens zelf te maken en te proeven. Het is helemaal klaar. Ik ga nu wel eens proeven, want ik weet niet of het gelukt is.
Het is echt zo lekker. Ja, dus ik moest nog naar de winkel ervoor voor appel te halen. Maar die appel is wel echt nodig, want dat maakt het wel zoeter. Soms, want ik heb nu geen blauwe bessen of rode bessen, doe ik ook er wat fruit bij. Dat is ook heel lekker. Dus ik ben benieuwd of dat jullie het ook eens thuis gaan maken. Het is echt super lekker. Dus zeker doen. Ik ben net bij Carrot Antwerp. Dus een juwelier en ik ben eigenlijk op zoek naar een mini armbandje, dus een mini bangle. Ik heb al gezien op hun Instagram dat ze super toffe armbandjes hebben. En ik wou graag iets voor tussen mijn andere armbanden. Dus ik dacht misschien is het leuk om even een kijkje te nemen en jullie te tonen wat zij zoal hebben. Hallo! Hallo, hoe gaat het? Goed, en met jullie? Hallo! Ik heb dus net verteld aan mijn camera dat ik op zoek ben naar een dun armbandje met steentjes voor tussen mijn andere armbanden. Ja. Dus ik dacht misschien kunnen we eens een paar dingen passen. Ja, zeker. Deze vond ik trouwens heel mooi. Dus die hebben ze in het witgoud, rosé en geelgoud. Ja, dat is ons mini bangle. En in rainbow eigenlijk. Gaan we eens zien. Dat is de geelgoud. En wat vind je ervan, Sarah? Ik vind ze supermooi. Ik vind ze eigenlijk mooi in combo, dus geel, goud en wit. Ja, omdat dat gewoon ook terugkomt in mijn armbanden en omdat dat zo ook wat breekt. Dus ik ben mega fan van die. Ik denk dat ik deze ga nemen. Ik ben aan het wandelen naar de auto en ik heb dus twee mini bangles gekozen. Een witgouden en een geelgouden en ik ben er echt super super blij mee. Ze zijn echt ook zo'n lieve zussen, want ze doen eigenlijk mijn tweede zaak. Dus dat was heel fijn om eens langs te gaan bij hun. En ze hebben echt super mooie dingen. Ik ben net terug thuis van Antwerpen en ik heb mijn twee doosjes open gedaan om mijn armbandjes aan te doen. Dus ik heb een geelgouden gekozen en een witgouden. Echt super mooi. En het is een keihandig systeem, want je moet het eigenlijk gewoon zo open doen en toe doen. Dus gewoon zo. Dat is kei tof. En ja, ik denk gewoon echt dat dat een alledaags bandje is, dat je dat super veel kunt dragen ook. Dus ja, ik ben er echt kei blij mee. Ja, zoiets zocht ik al super lang. Het is eigenlijk de bedoeling dat ik dat tussen mijn andere armbanden ga dragen. Ja, super leuke armbandjes. Niks. Dag Meter. Dag Sarah. Dit is Meter Aniek, de zus van papa. En papa. En we hebben bezoek. Frankie. Kom eens. Kom. Ah, wel. Ja, kom maar binnen. Kom maar. Sorry, de plan is hier net afgesprongen. Ik heb opeens geen licht meer in mijn badkamer. Dus ik heb op mijn YouTube-kanaal een paar reacties gelezen. Waar dus een paar van jullie vroegen welke parfums dat ik gebruik. En ik heb er dus 9 naast me staan die dat ik nu echt... Ja, dat echt mijn all-time favorites zijn. Maar ik heb vroeger heel lang gespaard in een parfumcollectie. In totaal waren dat 120 flessen. Dat heeft mij wel een paar jaar geduurd om dat allemaal te verzamelen. Maar mijn moeder werd er echt helemaal crazy van. Ja, dat ik zoveel parfumflessen had. Want ja, je gebruikt die parfums ook niet altijd. Maar ik vond dat gewoon super fijn om gewoon af te wisselen. Wat ik nu dus ook doe, want er zijn parfums die hier tussen staan dat eigenlijk meer voor de zomer zijn en sommige voor de winter. Dus ja, let's jump into it. Deze is dus van Kay Ali en deze noemt Amber en is nummer 23. Deze gebruik ik dus nu. Dat is een zware geur, dus ik zou die eerder aanraden voor in de winter. Maar ruikt heel lekker. Ik kende het merk trouwens niet. En ze hebben mij dat opgestuurd, dat pakketje. En sindsdien... Allee, ik zou hem sowieso opnieuw kopen. Moest hij nu op zijn, dus ik vind hem echt supergoed. Dan nummer 2 is My Way van Giorgio Armani. Ja, die is leeg, maar ik heb zo'n refill ding. Oh, het licht is er weer. Dat is goed. Ja, die heb ik gezien op superveel commercials, op tv en zo. Dat was echt niet normaal. En ja, die is ook echt... die ruikt super lekker. Maar dat is wel meer een parfum voor in de zomer. Ja,
maar kan ook in de winter gebruikt worden. Dan hebben we deze van Hermès, Twilly. Dat is ook wel een zeer gekende parfum. En deze is echt gewoon definitely een zomergeur. Die is super fris. Die gebruik ik nooit in de winter. Dan hebben we Coco Chanel. En deze is een wintergeur, maar ook een zomergeur. Dat hangt er ook gewoon van af van als je iemand bent van ja, ik draag liever een frisse geur in de winter. Ja, ik ben niet echt zo. Ik heb liever een zwaardere parfum in de winter. Ja, dan is dit misschien wel eerder voor in de zomer te gebruiken. Dan deze van Elisab. Ja, deze is eigenlijk een winter- en zomergeur. Die gebruik ik ook nu af en toe. Ik wissel eigenlijk af tussen deze twee. Dan deze is Fragrance Dubois. En deze is een wintergeur. Super sterke geur. Echt ja, heel zware. Dus die zou ik niet aanraden. Alhoewel, ik heb die wel in de zomer aangehad. Vorige zomer. Oké, raar. Maar bon, dan is het dus ook een zomergeur. Maar nee, ja, ik zou hem eerder... Allee, het is gewoon hoe dat je het wilt. Ik vind deze gewoon goed. Whatever. Deze is van Kilian. Deze noemt Don't Be Shy. Maar er is nog een andere. Good Girl Gone Bad. En deze is ook van Kilian. Dat is een hair mist, want mijn parfum is op daarvan. Maar deze gebruikte ik echt 2 jaar lang. Dat is echt voor in de zomer en winter, dus dat is echt super makkelijk. En ik heb daar ook zo'n flacon bij gekregen, super mooi, met zo'n dop. Daar kun je dus zo ja, in refillen als je dus je parfum wilt meenemen in je handtas. Kei handig. Wat hebben we dan nog? Ah ja, een van Tom Ford. Soleil Brion noemt deze. Ja, Tom Ford vind ik gewoon super goede parfums. Deze heb ik recent gekregen van Dior. Ik ben echt al heel veel in de winkel geweest. En ik wou al super lang eigenlijk ja, hun parfum kopen. En ja, al die geuren zijn gewoon echt zo lekker. Dus deze heb ik gekregen nu van hun. Deze noemt Chris Dior. Ja, met een G. Chris. Echt, al hun parfums zijn zo goed. Dus ja, ik denk dat het dat zo wat is wat ik nu gebruik. Ik heb ook nog een aantal parfums hier staan. Dat zijn dus echt super oude, hè. Die wil ik gewoon niet wegdoen. Ik ben echt addicted. Gewoon, ik krijg dat niet over mijn hart om zoiets weg te doen. Deze. dus het grappige is eigenlijk, hebben we ook allemaal een verhaal. Deze is dus een kei oude van Justin Bieber. Deze is van Lady Gaga. Deze is van Justin Bieber, again. Deze is van Scotch & Soda. Die heb ik ook heel lang gebruikt. Barefly, die is super lekker. Die ruikt kei goed. En eigenlijk is dat mannenparfum, maar kun je ook gebruiken als vrouwenparfum. En deze is dus van Ariana Grande. Ja, super girly. Ik weet zelfs niet waarom dat hier nog staat eigenlijk. En die zijn super oud, hè. Die zijn denk ik... Wacht, wanneer zijn we naar Amerika geweest? Oh, dat is al heel lang geleden. Ik denk dat die echt 7 jaar oud. Ja, 7 jaar. Ik heb die dus gekocht. Dus ik was vroeger mega fan van zo Lady Gaga, Justin Bieber. En ik kon die eigenlijk nergens krijgen in België. Ik kon dat gewoon hier niet kopen. Dat was zo super... Ja, als je dat kon kopen, was dat echt... super cool. Dus ik heb toen die gekocht in Amerika. En ja, ik weet eigenlijk niet waarom dat hier nog staat. Want ik gebruik die toch niet. Die zijn super slecht. Die stinken volgens mij keihard. Maar ja, dit zijn nu dus mijn favorieten. Ik zal hem nog eens op een rijtje zetten. Dus zeker een aanrader. Ik vind deze gewoon super leuk om te gebruiken. Maar natuurlijk, het hangt er echt vanaf wat je persoonlijk graag ruikt. Ik vind dat ook heel moeilijk om nu in mijn vlog te vertellen van ja, dit is een zwaardere geur en deze een lichtere. Want uiteindelijk, ja, dat is echt iets super persoonlijk. En je moet dat zelf ook echt ruiken als je een parfum gaat kopen. Dus ja, dat is wel wat moeilijk. Maar ik dacht, jullie kunnen hier misschien wel eens een geurtje van proberen. Of als jullie op zoek zijn naar een goede parfum om te gebruiken. Het is vandaag vrijdag en mijn trainer is onderweg. Want ik ga vandaag met hem sporten. Ik ga eerst een half uur spieroefeningen doen. En daarna een uur boksen. Alright. Oeh.
We gaan gewoon een jab doen, hè. Okay. Ja, probeer de dekking hoog te houden. Ik heb net iets super cool binnengekregen van Vogue. Met ook een kleine noot bij. Ja, ik ben benieuwd wat dat erin zit. Zij verkopen dus joggings, sweaters, echt alles. T-shirts ook. Dus ja, ik ben natuurlijk mega fan van Vogue. Ik koop echt super veel van hun boekjes ook. Zo leuk. Die is echt super cool. Dat is de eerste sweater. Kei leuk. Sweater 2. I love green. Echt waar. Deze is ook super comfy. Denk ik wel wat zo'n oversized fit. Vind ik altijd tof. Dit is zo'n in een handdoekenstof. Mij ook Vogue. Dat is eigenlijk... Love it. En dan ook nog een look. Dankjewel Vogue. Ik ben hier super, super blij mee. En ik kan niet wachten om het aan te doen. Ik ben in Antwerpen en ik ben bij Robin zometeen voor mijn nagels te laten doen. New freshet. Robin haat camera. Letterlijk. Ik heb hem al eens gevraagd van, ja, ik ga je toch ooit in mijn vlog moeten steken. Maar hij haat camera, dus ja. Ja, ik heb net gezegd dat je camera haat. Yes. Hallo, dat cutie. Kom jij ook in de vlog? Mooi hoor. Fresh new mammy. Allee, ik vind dat je er keigoed op staat. Ja, de helft is bedekt. Bon, Robin heeft alweer mijn nagels super mooi gefixt. Toch met super confidence. Toch nog iets dat je goed kunt. Allee, je bent zo negatief over jezelf. Je wordt er helemaal rood van. Oké, second appointment is voor mijn wenkbrauwen bij Social Brows in Antwerpen. Zij doen bij mij henna brows. Ik heb wel 3 jaar geleden microblading laten doen. Dus ze tatoeëren eigenlijk, ja, ze brengen eigenlijk een shape in. Dat is eigenlijk een soort van tattoo, maar eigenlijk niet echt. Maar dat vervaagt dus na x aantal jaren. Maar het ambetante is wel dat je dan ja, een paar weken niet in de zon mocht. Ik denk 6 weken of zo. Dus nu doe ik eigenlijk altijd henna brows bij haar. En dat is een retouch ja, dat ik om de 4 weken moet doen. Maar wel super makkelijk. En ik ben dus teruggekeerd van vakantie met terug een koortsblaas. Maar dankzij jullie tips is hij dus bijna weg. Ik ben kei blij. Ze zijn helemaal klaar. Ik heb dus een browlift laten doen. En henna. Ja, henna zorgt er eigenlijk voor dat je wenkbrauwen donkerder. Ja, dat ze zo donker kunnen kleuren. Maar dat vervaagt dus wel na een paar weken. Maar bon, ze zijn dus helemaal terug opgevuld eigenlijk. En ik ben kei blij. Ja, ze is echt super goed voor wenkbrauwen trouwens. Dus if you need someone for your winkies, is ze echt heel heel goed. Good morning. Ik vertrek zo meteen naar Katzand voor een shoot voor het merk Le Parfum de Nathalie. Het is een merk van Nathalie Koeken. Het is eigenlijk een home fragrance lijn. Dus bestaat uit geurkaarsen, geurstokjes, huiselijke parfum. Maar daarnaast heeft ze ook verzorgingsproducten. Dus body lotion, shampoo, handcrème en douchegel. Ik gebruik zelf de douchegel. En ik heb hier ook een paar kaarsen staan in mijn kamer. Ik
vind dat ze super goed ruiken. En ik shoot vandaag de Valentijnscampagne met haar producten. Dus ja, ik heb er heel veel zin in en ik neem jullie dan ook graag mee op mijn shoot vandaag. Ik ben net toegekomen in Katzand en ik ga snel mijn mascara nog aanbrengen, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb dus twee verschillende dingen mee om te shooten. Want ik wist eigenlijk nog niet zeker welke dat ik zou aandoen. Dus ik heb een landzwart kleed mee en een zwarte jumpsuit. En het is een bustier. Dus zo ziet hij eruit. Maar ik denk dat ik deze ga aandoen omdat ik die eigenlijk het meest geslaagd vond. Dus ik ga nu mijn mascara nog doen en ja, dan gaan we eraan beginnen. Ik heb mij helemaal klaargemaakt. En het is uiteindelijk toch de jumpsuit geworden. Omdat ik vond dat die gewoon het beste erbij paste. Dus ja, ik ben helemaal klaar om te shooten. Dan kunnen we nadien op de grond met de doos open. Mm-hmm. Een paar shotjes pakken van boven. Er zitten ook koekjes in, dat geeft een koekje eruit pakken. Ja. Dat je het niet vast zit. We kunnen een reeks foto's maken van okay. 3, 4, 5, 6 foto's. Okay. En dan kunnen we nadien kiezen welke dat we gebruiken. Ik ben net terug thuis van een dag te shooten en ik vond het echt heel leuk. Ik ben ook tevreden met het resultaat, want het is toch wel een beetje stressy. Ja, ik heb heel veel reacties gezien onder mijn vlogs wat jullie komende vlogs of komende weken willen zien. Dus daar zal ik zeker werk van maken. En ja, helaas zit de weekvlog er dus alweer op. Maar ik zie jullie volgende week zondag terug met een nieuwe vlog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Tot volgende week. Bye bye.